het gouden huwelijksfeest van Martin en Odile te vieren. En we stellen nog eens even voor aan de zonen en de dochters van, de, van het gouden paar. Stralen uit! Familie heeft mij gevraagd of ik een paar woorden toe zagen. Ook in de loop van de middag af en toe. Wat is schrak een receptie, dat weet ik. Ze zijn nog allemaal voor goed genodigd. Er is van alles te doen. Ja, het is 1922 en het wachten is dus op het gouden paar. Deze viering van jullie gouden bruiloft. Het zou fijn zijn om de viering van het gouden bruiloft hier nog eens te herhalen. Maar dat kan eigenlijk helemaal niet, want we hebben de chronieken nagekeken en toen werd eigenlijk een gouden bruiloft helemaal niet zo gevierd met een aparte mis. Daar gingen de mensen gewoon 's morgens, want er was elke dag een mis waarbij iedereen trouwens bijna naartoe ging, 's morgens om 8 uur of 7 uur of nog vroeger, gingen ze dan en dan was het een intentie uit dankbaarheid. Punt uit. In de chronieken van februari 1922 werd trouwens, en dat is wel leuk om te vermelden, een vrije dag in het klooster gemeld vanwege de keuze van de nieuwe paus Pius de 11e in die maand. Dus dat was toch wel een bijzondere maand toen dat gouden feest hier werd gevierd. Nou. Ik ben 50 jaar bijna, het loopt redelijk tegen de 50 jaar aan dat ik redactrice ben, maar ik heb nog nooit een toog aan gehad. Want ze willen me alleen zien staan. Al die, van al die bedevaartgangers en op een gegeven moment heeft de provincie Limburg gezegd, wij bouwen en maken hier voor al die pelgrims een parkeerplaats. Ja, wat ook interessant is, dat ook het stationnetje van IJs is daar aangelegd, eigenlijk voor Wittem. Want je zou zeggen, het stationnetje van IJs leg je toch gewoon vlakbij IJs neer. Nee, dat is daar aangelegd voor de pelgrims die daar konden uitstappen en dan onder leiding van vooral broeder Marcus, de oude ronde, jullie kennen die nog wel, met een kruis voorop, gingen de bedevaart mensen uit het stationnetje van IJs naar Wittem toe. Ik
Ik wens jullie allemaal nog alle goeds, een hele fijne dag toe. En natuurlijk eindigt Valko met... Anneliese, grootouders, die haben das ein Gedicht aufgehört, ob der Josef hat das gestellt. Ich will es auch nicht. Ich muss was drücken. Guck mal, okay, ich sehe dich schrappen. Ja, ja. If you believe your only defense is perpetual motion, how can you come home? Babe, I let you go. Moet mij even van het hart. Ik weet niet of u dat weet, maar vanaf 1880, daar moet je niet om lachen, dat is zo. Vanaf 1880 tot 1920, dames en heren, burgers van Wittem, schrikt u niet, zijn er in deze contourijen, in uw geliefde partij, niet één inwoner bijgekomen.